Vanochtend wandel ik door de Gorsewee Ridderkerk. Maar eerder was ik in de Almasserwaard bij het dorp Wijngaarden. Ik liet je daar gisteren de kleine zwanen zien. Maar er zat nog een mooie groep ganzen. De toendra-rietganzen. Ze zaten net buiten het dorp en lopen daar te fourageren. Het was nog in het weekend dat het vroor. Dus dat zie je ook wel aan het weiland. Het rijp staat nog op het gras. En die toendra-rietganzen zien mij gelaten aan en gaan door met wat ze doen. Namelijk fourageren, grazen. Het is vlak voor de schemering. Over een kwartier vliegen ze op. En dan verdwijnen ze richting de Biesbos. Waar ze op het water, langs de rivier, overnachten. Daar slapen ze. Buiten bereik van de vos en van andere roofdieren. En dan in de ochtend maken ze de oversteek weer. Over de rivier, over de A15. Zo naar dat stukje weiland bij Wijngaarden. Om daar zich vol te vreten aan dat Engelse raaigras. Waar niet alleen de koeien van eten. En waar die koeien ontzettend veel melk mee produceren. Maar ook die ganzen doen zich te goed aan dat eiwitrijke gras.